Dus ik ga meteen even een soort van laten zien hoe het eruit ziet. Hallo, good morning! Het is vandaag woensdag. Bloopers. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En Jola gaat naar de opvang. Ik ga lekker een beetje editen, een beetje werken. Tussendoor een beetje tegen jullie aanlullen. En wat nog meer eigenlijk op deze dag? Hé, zijn jullie nou net daar? L-U-L-E-N. Sorry, praten. Tegen jullie aanpraten. Je zal wel goed geslapen hebben, hè? Zonder sokken geslapen. Dan ja. Heb ik helemaal goed geslapen. Ja. Jola die had een soort angst voor bacteriën. En daardoor sliep ze altijd met haar sokken over de pyjama heen. Huh? Ja. Nee, ik deed sokken aan. Ik deed in mijn pyjama. In mijn sokken. Ja, de pyjama deed ze in de sokken. En dat met dit weer. Het wordt trouwens vandaag super, super lekker weer. Dus daar gaan we niet van genieten. Maar Jola waarschijnlijk wel. Toch? Ja. Dus even goed. Insmeren, 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 insmeren. Want het wordt vet, vet mooi weer vandaag. Dus we gaan lekker fietsen naar school straks. En lekker... Wordt maar 1 graden warmer. Nee, meer. Ik ga even lekker gezond ontbijtje maken om te beginnen. Laten we dat eens doen. Het is al 11:08. Ja, als ik heel snel ben, kan het nog. Doe dan nu zo. Maar wel je broodje opeten eerst, hè? Ja. Ja. En insmeren. Altijd aan het werk. Het is echt super lekker weer vandaag. Maar ik had toch even wat dingen op de planning staan. Want ik heb namelijk dinsdag geen vlog gemaakt. Omdat ik zo'n last van mijn nek had. En het echt even goede rust wilde geven. Dus ik dacht even een dagje geen camera. Maar wel iets anders leuks. Ik maak dus vandaag even een video over iets waar best wel vaak vraag naar is geweest. En het is over mijn Apple Watch. En waarom ik die nou eigenlijk heb en wat het voor mij voor nut heeft, waar ik hem voor gebruik, dat soort dingetjes. En nog wat andere dingen die in mijn sporttas zitten en waarom ik die gebruik. Dacht ik dat het wel leuk om even in een extra videootje te vertellen voor jullie. Dus die hebben jullie dan afgelopen dinsdag kunnen zien. Ik zal hem hier even in het i'tje zetten en dan kun je hem nog even terugzien. Die ga ik nu maken. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga de AliExpress review opnemen, want ik heb eindelijk alle AliExpress items binnen. Staat daar in een mand, klaar, alles bij elkaar. Ik heb er echt super veel zin in, want dat betekent dat ik na het opnemen van die review ook echt alles eindelijk kan gaan gebruiken, of niet. In ieder geval dingen mee kan gaan doen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik ga hem nu opnemen en hij komt zondag online. Dus zondag de grote review shoplog slash iets van... al mijn zomeritems van AliExpress. En ik heb ook nog een paar items van United Wardrobe. Misschien dat ik die apart even film, dat weet ik nog niet. Even kijken. Dus, dat am I doing right now in de hitte. En het is pas 11 uur en het is nu al super warm. Ik heb een heel klein beetje van één vlog geëdit, maar ik had even zin om daar even wat anders te doen. Dus zodoende. Oh ja, en ik heb ook nog iets anders, omdat ik dus straks... wat bikinis moet aandoen voor mijn review, ben ik eigenlijk best een beetje onzeker over, mogen jullie best weten. Vooral omdat ik zo wit ben. Nou, vond ik net iets in mijn kast wat ik dus echt nog nooit heb gebruikt. Deze, die heb ik dus ooit bij de Primark gekocht. Het is een soort schuim. En ja, daar word ik bruin van en het is echt meteen. Dus... misschien dat dit een kleine redding kan geven. Dus ik ga meteen even een soort van laten zien hoe het eruit ziet. Let niet te veel op mijn outfit. Ik doe even een oude outfit aan. Omdat anders misschien bruiner op kan komen. Niet al te droge handen. Rest van het lichaam gewoon gedoucht. En afgedroogd. En verder niks speciaals gedaan. Tada! Het allerbelangrijkste is volgens mij...
dat je niet, dat je echt heel snel je handen gaat wassen hierna. Handen gewassen. Ik heb dus even mijn buik gedaan als voorbeeld. Dus je ziet wel echt weer verschil. Nou. Als je handen wast trouwens, echt heel goed er tussenin ook. Anders dan, en bij je nagels, dan krijg je hele vieze bruine dingen hier tussen of randjes bij je nagels. Nou, mijn conclusie voor deze van de Primark is dus, een stukje op mijn buik geprobeerd. Maar als je hem echt voor je hele lichaam wil gaan doen, dan moet je dus echt meteen wanneer je uit de douche komt, moet je dat gaan doen. Echt secuur te werk gaan. Misschien ook niet met je handen, misschien wel met iets anders. Geen idee, maar het is echt mega intensief. Dus de plek waar je echt smeert, daar zie je het echt direct. Je zit nu ook gewoon hier een of andere vage veeg. Dat is dus echt mega lelijk. Wanneer je gewoon niet de tijd ervoor neemt en maar even snel wat doet. Dus het is niet echt iets voor mij. Ik ben hier niet secuur genoeg voor. Wanneer je dat wel bent, dan na het douchen doen, je hele lichaam doen en een tijdje naakt blijven. Want het gaat op je kleding zitten. Het is volgens mij net zoals als dat je echt een sprayteen laat doen. Dus of losse kleding die vies mag worden of zo. Maar totdat het is opgedroogd moet je echt even niks aandoen. En ik ben wel echt een stuk bruiner op de plek waar ik het gesmeerd heb. Dus het kan echt een goede oplossing zijn. Maar dan denk ik wel echt voor één dagje. Want ik denk dat wanneer ik nu weer ga douchen, dat het dan heel lelijk wordt. Of eraf gaat meteen gewoon. Geen idee. Anyway, ik ben zelf meer van de wat subtielere bruin tint dingetjes. Die je gewoon niet meteen ziet. Maar die dan wat langer duren voordat je ze ziet. Zodat je ook niet hele vegen ziet precies waar je gesmeerd hebt. Sigaretten worden moeilijker te maken om te kopen. Oh, pet. Heb je dat in het nieuws gezien? Ja, dat weet ik in die tijd. Zo, we gaan even naar de moeder van Bart en naar Harold. En dan gaan we vast heel lekker eten, want die maakt altijd hele lekkere dingen. We hebben al een foto gehad van wat het is, maar dat gaan we lekker niet zeggen. Dat is een verrassing voor jou. Ja, dat wil ik net vertellen. Oké. Okay. Dus. Hey poepie. Verrassing. Dat komt hier. Kijk, Bart zit in een ander hoesje. Hoesje? Ja. Rosé, is dat ook? Ja. Oh my god. Ik heb er een fout Apple Watch van gemaakt. Een Tokkie Apple Watch. Hoezo Tokkie? Vind je mijn zonnebril zeker ook Tokkie? Wow, ja. Heb je dat helemaal niet gezien, hè? Je kijkt gewoon ook nooit naar me. Zit hier gewoon met de kamper. Nou in. Barbecue! Jola. Kijk hier is tomaat. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿O fui tomar lust? ¿Qué quieres tomar? Over een week, dies. Oh, niet. Een pocofino. Een week? Nee, dat is al geweest. Oh. Maar we moeten weer 2 weken wachten. Dat bedoel ik. Ook heel erg lekker. 11 dagen wachten. Oh, mama, jij hebt je ja, die flamingo, die is ook van AliExpress. Ik ben lekker naar yoga geweest door de regen helemaal. Het onweert en het bliksemt en het regent. Echt zin dus gewoon om lekker in bed kruipen met serietje. Maar ik moet nog heel even 1 dingetje afediten. Klein dingetje. En dan morgen maar weer gewoon vroeg opstaan en verder gaan. Oh ja, en er is weer een nieuwe release bij yoga. Dat betekent ongeveer om de 3 maanden. Dan komt er een nieuwe release en dat is van Club Joy Yoga. Dit is een beetje een mix tussen Tai Chi, kracht. En deze nieuwe release is echt heel super fijn. Hij heeft wel heel veel stretches en veel beenoefeningen. Maar daar hou ik juist van, want daar doe ik yoga voor. Dus ik vind hem heel leuk. Ik ben content.
met de nieuwe release. Ja, dat was het voor deze dag, denk ik. Dankjewel voor het kijken. En tot morgen weer.